Goedendag, kijk naar de weersverwachting van Weerplaatsen.nl. Iedereen zal de berichten al gehoord hebben. We krijgen morgen te maken met een westerstorm. De lente is nog ver te zoeken in Nederland. Warme lucht is ook ver weg. Maar het begint in Europa wel langzaam zichtbaar te worden. Als we bijvoorbeeld naar vanmiddag kijken, dan was het in het zuiden van Spanje al behoorlijk warm. De temperaturen liepen erop tot rond de 20 graden, 25 graden zelfs in Andalusië. En dat zien we morgen ook terug. Ook dan weer een gebiedje daar met rond de 25, misschien zelfs bijna 30 graden in Cordoba. Dat zijn prima temperaturen natuurlijk. Maar onze kant komen ze voorlopig nog niet op. Halverwege april zijn er signalen dat het kwik misschien naar de 15 graden gaat... Is ver weg en dus uitermate onzeker. Wat wel zeker is, is dat het voorlopig tot die tijd zeer wisselvallig is. En zeker de komende dagen waait het dan ook flink. Vannacht trekt er een regengebied over Nederland. Dat gaat gepaard uh, met veel bewolking. Dan in de ochtend tijdelijk veel wind. Daarna opklaringen. En daarna krijgen we te maken met een koude aanvoer. Zo over Schotland onze kant op. Van buien. En dat kunnen winterse buien zijn. Kan dus ook natte sneeuw bij zitten en hagel. Onweer is ook mogelijk trouwens. Die aanvoer die houden we de hele woensdag en waarschijnlijk ook nog donderdag. En daarna komt er pas een weersverandering. Dan komt het Azoren hoge drukgebied langzaam dichterbij. Dat is uh, het hoge drukgebied wat hier in de Golf van Biscayen ligt. En dat gaat vanaf vrijdag voor rustige weer zorgen. Met deze kaart van donderdag 0 uur, die is nog steeds uitermate wisselvallig. Met nog steeds een aanvoer van winterse buien via de Noordzee. Maar eerst hebben we morgen nog. Dan krijgen we dus met de storm te maken. Ik heb even een kaartje. Toegevoegd. En dan zien we dat de meeste wind morgenochtend in het noordelijk kustgebied staat. Daar westerstorm, windkracht 9, iets verder op zee zelfs windkracht 10. Ik denk dat het ons dat net niet gaat halen. En verder in het hele land veel wind. Gemiddeld 7 tot 8 per voor. Maar dan moet je dan rekening houden met windstoten, zware windstoten van 80 tot 100 km per uur. En op de waddeneilanden kunnen ze zelfs 110 km per uur worden. Lastig voor het verkeer, zeker dus in de ochtenduren. In de middag begint de wind weer wat af te nemen. Eerst vanavond nog. Een paar buien. Eigenlijk is het in het begin van de avond nog grotendeels droog, maar later in de avond gaat het regenen. Dus als je de hond bijvoorbeeld laat moet uitlaten, zo rond een uur of tien half elf, dan moet je weer rekening houden met regen. Tot een uur of negen is het overal nog droog. Vannacht trekt dat regengebied dan weg. De wind is aan zee toegenomen naar windkracht 8. En aan het einde van de nacht komen de opklaringen. En dan neemt die wind toe naar windkracht 9. Uit west tot noordwest komt die dus. De meeste wind in het noorden, ik heb het allemaal al verteld. Het weerbeeld is eigenlijk best aardig. De zon schijnt geregeld en er valt slechts een enkele bui. En doordat het zo hard waait, razen die buien voorbij. betekent dat het dus meestal maar een korte tijd regent. Maar die windstoten die maken het toch onaangenaam. Temperaturen in de middag 9 tot 11 graden, dan begint de wind een fractie af te nemen. Woensdag en donderdag dus veel buien. Wel donderdag minder wind dan op woensdag. En vooral woensdag ook kans op onweer, hagel en natte sneeuw. Donderdag misschien ook nog, maar dan vooral in het uiterste noorden. Ook vrijdag hebben we de paraplu nog nodig. En temperaturen liggen dan rond 8 graden. En kijken we dan naar de lange termijn vooruit. Nou, zoals ik al zei, halverwege april. Temperaturen misschien in de buurt van de 15 graden. Maar de eerlijkheid gebied te zeggen dat de gemiddelde waarde nog steeds rond de 10 graden uit blijft komen. Dus voorlopig nog geen lentetemperatuur in Nederland. Morgen wel storm. westerstorm met het hoogtepunt tussen 9 en 12 uur. Ik ben Michiel Severin. Van Weerplaassen.nl